Op de één na laatste tocht van het oude binnenvaartschip de IJsselstroom ging het gisteren mis. Door een defect aan het roer kwam de 80 meter lange kolos klemvast tussen beide oevers van de IJssel te liggen. Hij blokkeert nu de hele vaarweg en ja, door de stroming is het nog weer extra lastig om hem los te krijgen. We zijn gisteren de hele dag tot 's avonds laat met twee sleepboten bezig geweest. Toen dat niet lukte hebben we een duwboot opgeroepen. Die is vanuit Enkhuizen hier vanochtend aangekomen. Die heeft ook al geholpen en er is net een kraanschip bezig geweest. Dat heeft een heleboel zand en stenen weggehaald en op de oever gelegd. Want door de stroming is er ook weer zand opgehoopt. En dat is nu weggehaald in de hoop dat we met die duw- en de sleepboten deze poging het schip wel los krijgen. U staat te kijken en nou weet ik dat de beste stuurlui altijd aan wal staan. Doen ze het goed? Ik vind het wel heel erg goed, ja. Maar het helpt nog niks, hè, tot nu toe? Nou, hij is toch al een stukje verplaatst. Ik denk niet dat ze hem zo los krijgen. Hij moet aan de voorkant trekken, maar ik weet niet of dat technisch mogelijk is in verband met de breuk van de schip. Als dit niet lukt, dan moeten ze toch een keer proberen aan de voorkant. Heeft u het al gezegd? Dat heb ik al gezegd, maar ik denk... Wordt er geluisterd? Ja. Of ze hadden er met een andere tanker bij moeten komen en de lading overladen om hem te lichten. Dat zou misschien, mijn mening, misschien wel sneller gegaan kunnen zijn. Maar hoe het ook zij, na zo'n 30 uur lukte het dan toch om het schip vlot te trekken, nadat de rivier een tweede keer was uitgebaggerd.